Een wereldprimeur op de Mais Demo Dag in Makkinga. Namelijk een demonstratie van een 33 meter brede veldspuit waarmee riddersuring bestrijd kan worden. Marcel Betten van loonbedrijf De Samenwerking Elslo heeft het prototype van Agrivac al in gebruik. En de eerste gebruikerservaringen zijn positief. Ja, hartstikke best. Ja, veel animo voor. De meeste klanten die zien de voordelen er wel van. Hè? Want je hebt veel minder groeistilstand van het gras. Je behoudt je klavers en je gewenste kruiden in grasland. Daarnaast heb je een beter en hoger kwalitatief voer wat je kunt winnen daardoor. En daarnaast heel veel besparing op middelen en chemie. Hier gaat het om een prototype van de klonden met ons IC Plus systeem. Dus het camera systeem waarmee we dus per plant kunnen bespuiten. En deze daarnaast ook de camera's op de boom, die dus eigenlijk per plant kan herkennen wat er moet gebeuren. In dit geval herkent hij de riddersuring in het grasland en zal ze alleen spuiten waar de riddersuring staat. We hebben nu al gezien in de riddersuring dat we tot 98% middel besparen in een bespuiting. Maar naast de besparing is een heel groot voordeel ook dat het gewas er zelf niet onder leidt. Waar geen riddersuring staat, wordt het gewas niet gespoten, dus remmen we het gewas ook niet af. De veldspuit is nu voor riddersuring geconfigureerd, maar is toepasbaar voor meerdere gewassen. Hoe zit het prijstechnisch? Prijstechnisch gezien moet je het vergelijken met conventioneel vol veldspuiten. Alleen met deze veldspuit wordt niet vol veld gespoten, alleen plantspecifiek. Dus je behoudt heel veel voordelen voor de agrariër. En daarnaast is het ook nog eens een keer heel belangrijk voor de agrarische sector dat we deze veldspuit in de praktijk brengen. Want ik bedoel, het beeld van de agri en food door de consument is ook van essentieel belang. Zodat we kunnen blijven spuiten ook in de toekomst en daardoor gewasbescherming kunnen blijven toepassen.